Nee. Heeft u een identiteitsbewijs? Ja, dat heb ik. Is een rijbewijs genoeg? Ja, is prima. Kaartjes erbij. Alsjeblieft. Wel. Kan nog net, hè, geloof ik. Hoe bedoelt qua leeftijd? U mag tot uw 70ste donor zijn. Ik nog een jaar of 10. En tot uw 65ste mag u aanmelden. Dus okay. Dan hebben we nog ruimte. Ik wil u vragen om dit formulier eerst even in te vullen. Dan ga ik uw gegevens doorbellen naar Amsterdam. Dan krijg ik een donornummer en pas dan kan ik u helemaal inschrijven in het uitstekend systeem. Dus als u dat eerst even ja, doet. Ja, ga ik doen. Hallo Shanna. Hi. Hi. Welkom. Bedankt voor dat we hier mogen filmen. Het is een drukte van belang. Hoe vaak doen jullie dat hier? Nou, we komen een aantal keren per jaar hier in Baren. En dan komen we op deze afnamelocatie en dan bouwen we alles op en ontvangen we de donors hier. Ja, want dat is wat hier gebeurt. Hè. Er wordt hier bloed gedoneerd door Barenaars, neem ik aan. Waar hebben jullie dat allemaal voor nodig? Nou, het bloed is nodig om ervoor te zorgen dat er in de ziekenhuizen voldoende bloed beschikbaar is. Hè? Als je het naar het ziekenhuis gaat voor een operatie of voor mensen die een ongeluk hebben gehad, die bloed nodig hebben. Nou ja, er moet altijd in Nederland bloed op voorraad zijn. En daarom zijn deze mensen zo geweldig die hier dan vrijwillig bloed komen geven. En als jullie weer wat bloed nodig hebben, dan komen jullie hier langs of zit er een bepaalde systematiek in? Ja, er zit een systeem in. Het hangt af van hoeveel bloed de ziekenhuizen nodig hebben. En we zorgen altijd dat we voldoende bloed op voorraad hebben. En zo weten we ongeveer hoeveel bloed we moeten inzamelen. En hoeveel donors we moeten oproepen. Dus op die manier. Doen jullie veel aan werving om nieuwe donoren te werven? Ja, er is altijd sprake van een natuurlijk verloop per jaar. We verliezen ieder jaar een aantal donors omdat ze bijvoorbeeld te oud worden om bloed te geven. Of gaan verhuizen of niet meer willen. Dus we zijn continu op zoek naar nieuwe donors. En ieder gezond persoon die kan zich aanmelden als donor. En die krijgt dan van tevoren eerst een medische keuring. En wordt gekeken of alles in orde is. En dan kun je bloed geven. En waar kunnen ze zich dan aanmelden als ze dat willen? Wij zijn overal te vinden op verschillende evenementen. En je kunt ook op onze website kijken. Dat is ikgeefbloed.nl. Daar kun je meer informatie vinden over bloeddonorschap. En daar kun je ook aanmelden als donor. En dan nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. Ik zie dat ze hier allemaal mensen formulieren aan het invullen zijn. Waarvoor doen ze dat? Als donors komen voor een donatie, dan zijn zij verplicht om bij iedere donatie een keuringsformulier in te vullen. Daar staan allerlei gezondheidsvragen in en die moeten beantwoord worden om te kijken of je geschikt bent om nu bloed te geven. En we zijn verplicht om die vragen iedere keer te stellen. Dus wat je hier ziet gebeuren is dat de donors bij aankomst een formulier invullen. En dat formulier dat wordt dan snel bekeken en bij afwijkingen, wat gebeurt er dan? Nou, mocht er iets aan de hand zijn, dan gaan ze een gesprek aan met een arts en er wordt bekeken of de donor geschikt is om vandaag bloed te geven. Of dat de donor misschien uitgesteld moet worden voor een bepaalde tijd, dat kan natuurlijk. We moeten echt zeker weten dat alles in orde is voordat een donor bloed kan geven. En dat is voor de veiligheid van de patiënt, maar ook voor de donor zelf. Tegen de tijd dat u het ingevuld heeft, dat ik de gegevens al door heb gekregen. Ja. Dit is eigen verklaring met uw handtekening. Ja. En dit zijn alle vragen die u moet beantwoorden. Zijn dat dezelfde vragen die mensen er net hier ook moesten invullen? Op zich wel, alleen is het voor u wat uitgebreider van bent u ooit geopereerd, opgenomen in het ziekenhuis. En hoe lang geleden dat is en zo. Ja, oh ja. Ja, en dat neemt de arts dan met u door. Zometeen al? Ja. Oh, ja. Oké, dank u wel. Hartstikke goed, dank u wel. Nou, u weet nu wat voor waslijst er van u gevraagd wordt. Ik heb uw donornummer ondertussen. Uw identiteitskaart had ik gezien, dus dan ga ik even printen. Dan heb ik ook nog wat extra leesvoer voor u. Oké. Deze folder sowieso. Ja, en als u, voordat u naar het gesprek bij de arts gaat,
Als u dan in ieder geval ook nog eventjes, u hoeft deze vraag niet in te vullen, maar ze even doorneemt. Want okay. Het heeft alles met besmettelijke ziektes te maken. Daar gaat de arts verder op in. Okay. Tijdens de dokter die gaat ook bloed bij mij afnemen, nee, denk nee, de ik. De dokter gaat geen bloed bij u afnemen. Die neemt met u de vragenlijst door. En legt u het een en ander uit over de procedure. En daarna loopt hij of zij met u naar beneden toe. En dan gaat u even naar de afname. En daar worden 4 buisjes afgenomen. Okay. En dan is het klaar voor vanavond. Dan is het klaar, oké. Okay. Ik zie iedereen eerst hierheen schieten. Waarom is dat? Nou, na het invullen van een keuringsformulier, dan nemen ze hier plaats in de keuringsruimte. Hebben ze een gesprek met een donorassistent of met een arts. Er wordt een vingerprik gedaan, want je HB-gehalte, dat is je ijzergehalte, wordt gemeten. En je bloeddruk wordt gemeten. En als alles in orde is, dan ga je hierna bloed geven. Dus vandaar de keuring. En als dat ijzergehalte niet goed is, mag je geen bloed geven? Mocht het te laag zijn, dan is het niet veilig voor de donor om bloed te geven. Dus dan, daarom moeten we dat altijd even checken van tevoren. Hoeveel bloed gaat deze mevrouw nu geven vandaag? Zij gaat ongeveer 0,5 liter bloed geven. Iedere donor staat dus ongeveer 0,5 liter bloed af per donatie. En per jaar mag je een aantal keren per jaar dus bloed geven. Vrouwen mogen dat 3 keer per jaar en mannen mogen dat 5 keer per jaar. Dat is een groot verschil. Waarom mannen 5 keer en vrouwen 3 keer? Mannen hebben over het algemeen meer ijzer in hun bloed, zijn wat groter dan vrouwen. Vrouwen verliezen ook wat meer bloed hè, maandelijks, dus vandaar dat die norm van elkaar verschilt. Wat gebeurde daar nu precies? Deze donor die is aangeprikt en er worden nu een aantal buisjes afgenomen. Dat zijn testbuisjes en daarmee kunnen wij dus testen op verschillende infectieziektes. Deze buisjes gaan terug naar het laboratorium in Amsterdam. En wij testen op verschillende infectieziektes om te kijken of er geen rare dingen in het bloed zitten. Hoe voelt dat nu? Hoe bedoelt u? Nou, ik bedoel eigenlijk van, je geeft nu bloed, dus het stroomt langzaam uit je lichaam. Voel je daar wat van? Voel je niks van, nee. Nee, helemaal niets? Helemaal niks, nee. Niet licht in je hoofd? Nee. Oké. Okay. En waarvoor is het balletje knijpen? Goede vraag. Het balletje is ervoor dat het niet snel genoeg uitstroomt. En we willen binnen een bepaalde tijd die zak bloed vol hebben. Dus als je daar een beetje bij helpt, je krijgt namelijk door het pompen, de spieren vragen om bloed door het pompen. En dan krijg je weer meer bloed in de onderarm en dan komt het er sneller uit. Nou, het zit erop hè? Bijna, nog een pleistertje en dan is het klaar. En wat is de nazorg? Ik krijg nog een kop koffie of kop thee. Geen borrel? Nee, dat was vroeger, of ik moet onderuit gaan, dan krijg ik misschien een borrel, maar die lust ik niet, dus het is niet te hopen dat ik onderuit ga. Nou, bedankt. Ik denk dat we het hierbij laten, dus ik hoop dat je goed bekomt van het bloedgeven. Nou, ik ben Henk van Schild. Ik kom hier, kom me aanmelden als donor. Dat is mooi, welkom. U gaat mij keuren, hè? Ik ga u keuren, komt u verder. Nou, dan gaan we naar beneden, hè, begrijp ik. Ja, we gaan naar beneden. Hoi. Wat gaat u nu doen? Ik ga bij u alleen de buisjes afnemen. Want u bent net bij de arts geweest. Ja, voor een gesprekje. Ja. Dan ga ik 4 buisjes afnemen. 4 buisjes? 4 buisjes. Daar komt u. Mag ik hem nog eventjes ophalen? Mag ik dus al afhalen hoor? Oh, sorry. Oké, meneer. Als alles goed is, krijgt u over 3 maanden oproepkaart. Ja. En dan zien we u vanzelf hier weer verschijnen. Nou, fantastisch. Even eten en drinken van tevoren. Ja, zal ik doen, ja. Ja? Dat heb ik begrepen dat wel belangrijk is. Oké. Bedankt. Fijne avond. Dag.